Welkom bij Kookles Online. Vandaag asperges. Het is de tijd er weer voor. Nou, iedereen die kent natuurlijk wel de gekookte asperges. Daarom wil ik graag een bereiding laten zien die wat minder voor de hand ligt. Ik ga ze grillen. Nou, dit zijn de asperges. Nou, hoe kan je nou zien of de asperges vers zijn? Nou, allereerst door ze gewoon tegen elkaar aan te schuiven. Je moet dan een soort van piepschuim horen. Nou, bij dit geval is dat zo. Nou, aan de achterkant kan je het ook zien. Hoe ouder de asperges worden, hoe bruiner ze worden. Nou, in dit geval zijn ze nog mooi blank. Dus we hebben hier redelijk verse asperges. Nou, ik ga ze eerst schillen. Dat doe ik met een dun schiller. Ik leg ze gewoon recht op een plank. En ik ga van de kop naar de achterkant. Ga ik de schil eraf halen. Ik laat hem ronddraaien hier tussen mijn duim en mijn wijsvinger. En ik zorg ervoor dat echt de hele schil verwijderd wordt. Dit doe ik met alle asperges. Ik heb de asperges geschild. Nu snij ik nog een klein stukje van het kontje af. In veel recepturen staat altijd 1,5 tot 2 centimeter. Nou, ik denk dat dat iets te veel is. Dus ik zou gewoon ongeveer 1,5 centimeter eraf snijden. Dit is gewoon heel goed te eten. Nou, ik heb hier een pakje, bakje met olie klaarstaan. Daar leg ik ze in, want ze moeten wel goed zeg maar met olie bedekt zijn. Draai ik ze even in. Het is nu tijd om de asperges te grillen. Ik leg ze gewoon in een pan. Het is wel noodzaak dat je de asperges stil laat liggen, zodat er een mooi streepje op komt. Maar omdat de garing wat langer duurt, moet je het vuur niet te hoog zetten onder de pan, zodat de asperge rustig tijd krijgt om gaar te worden. De asperge wordt gaar eigenlijk door het vocht wat in de asperge zit, dat gaat verdampen en dat zorgt er nu voor dat de asperge gaar wordt. Laat ze nu gewoon rustig op een laag vuurtje, laat ik ze grillen. Ze hebben nu een paar minuten gebakken en ik ga ze even omdraaien. Ik zie dat er een streepje op komt. Het begint ook wel heerlijk te ruiken. De asperges hebben ongeveer 15 minuten op laag vuur gegaard en nu hoeven ze alleen nog maar een klein beetje na te zouten, dus dat doe ik. En dan zijn ze klaar om te serveren. Dan gaan we ze gewoon op bord leggen. Ik zou zeggen, eet smakelijk.